Ik heb diabetes, ook wel suikerziekte genoemd. En de consequentie is dat je elke dag een aantal keer in je vinger moet prikken en moet meten hoeveel suiker er in je bloed zit. Nou, dat is pijnlijk en zeker als je kind bent is dat heel erg vervelend als je dat elke dag weer moet doen. Zou het dus niet te gek zijn als er een techniek zou zijn waarmee je met een soort zaklamp door je huid kan schijnen en dat die zaklamp meet, zonder een gaatje in je vinger te maken, hoeveel suiker er in je bloed zit? TNO, in samenwerking met het Diabetesfonds en meerdere partners uit het zakenleven, zijn precies daarmee bezig. Nou, hoe werkt die techniek nou? Het lijkt een beetje op dat je ook kan horen waar iets van gemaakt is. Als ik bijvoorbeeld hierop sla, of tegen deze weegschaal, allemaal geeft het een andere toon af wanneer ik erop sla. Ik kan horen, ook met mijn ogen dicht, dit is van glas gemaakt. Nou, die zaklamp doet iets vergelijkbaars, maar dan met licht. Dus je schijnt door je huid heen en op het moment dat dat licht tegen suiker aanbotst, dan geeft dat een hele eigen kleur af. Net zoals dat glas een eigen toon afgaf. Nou, die kleur wordt gemeten door de zaklamp. En hoe meer suiker in je bloed zit, hoe meer die van die kleur terugkrijgt en hoe hoger je bloedsuikerspiegel dus is. Met andere woorden, deze zaklamp zou door je huid zonder schade te maken je bloedsuikerspiegel kunnen meten. Nou, op dit moment is dat nog heel erg moeilijk en heb je daar een groot lomp logapparaat voor nodig. En over 5 jaar hopen ze dat kleiner te kunnen maken. Maar dat kan niet zonder hulp, niet zonder geld en niet zonder meer partners in het bedrijfsleven. Dus help mee, onderzoek heeft zin.